Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Deltion College en IQ Media. Gerard Nijkamp, we naderen het einde van 2014. Hoe kijkt u terug op dit jaar? Ja, dat is, wat moet ik daarover zeggen? Dat is toch een prachtig jaar geweest. Historisch jaar voor de club. Twee prijzen. De eerste twee in de clubhistorie. Europees voetbal gespeeld. Prachtige ervaring geweest en wat naar meer smaakt. We gaan even terugblikken op het jaar met drie fragmenten. Het eerste fragment is de bekerfinale in Rotterdam tegen Ajax. Ja. Bal blijft daar hangen van Polen in tweede instantie. 5-1! 5-1! Het gaat gewoon door. En nu ook nog in het vak, of in de richting van het Zwolse vak. Bram van Polen krijgt hem in handen van Ben Hendricks. PEC Zwolle wint de beker. En doet dat niet op een gluiperig maniertje. Doet dat met fantastisch voetbal. Ja, dit fragment is natuurlijk tweeledig. Eén, de eerste prijs in de clubhistorie van PEC. Een prachtig moment. De hele aanloop daar naartoe was al fantastisch. Dat begon natuurlijk vanuit alle verhalen die in het verleden waren geweest in 1977. Toen heel PEC Zwolle naar Nijmegen ging om daar een finale te spelen. Nou, dat herhaalde zich. Op die 20e april. Ik kreeg dat voor de volle 100% mee voor mijn gevoel. Ik heb dat ook zo beleefd als technisch directeur van deze club. En ik zag allerlei mensen om me heen ook daar optimaal van genieten. Dus eigenlijk was dat al fantastisch. De weg naar de Kuip. De vele families in de bussen. Sponsoren, diehard supporters. Of mensen die onze club gewoon een warm hart toedragen. En dan ook nog zo'n wedstrijd spelen waarin je niet geniepig met 1-0 wint. Maar door goed voetbal 5-1 eigenlijk Ajax aan de kant zet. En ondanks, wil ik zeggen, het vuurwerkincident waar we ons niet van slag hebben gebracht, hebben wij gewoon een prachtige prestatie geleverd. En tot op de dag van vandaag komt dat steeds weer in allerlei gesprekken terug. En ik vind dat we daar ook trots op moeten zijn. Vanuit de leiding, maar vanuit eigenlijk iedereen die bij deze club betrokken is. Ook de stad, ook de regio. Dat zag je terug de dag erna met de grachtentocht door de binnenstad. Je maakt je wel eens wat zorgen. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel heb gehad op de ochtend. Van ja, iedereen is gisteravond geweest, 's nachts nog in ons eigen stadion. En dan heb je op een gegeven moment het wel gehad. Hè? Dat was een vrije dag, tweede paasdag als ik me goed kon herinneren. Niet iedereen die gaat daar aan de gracht staan en ons nog een keer toejuichen. Nou, we komen daar bij het magische bolwerk, daar binnen dat eerste moment. Nou, zwart van de mensen, niet twee, drie rijen dik, maar misschien wel 10 rijen dik. En toen kreeg ik wel even kippenvel. En niet alleen ik, maar wij allemaal die op die twee boten waren. En dat neem je mee tot voor de rest van je leven. En dat zijn geweldige momenten, moet ik zeggen. Het tweede fragment is de Johan Cruijff schaalfinale. Ja, wedstrijd eigenlijk tegen Ajax in de Amsterdam Arena. Ja, binnen een aantal maanden de tweede keer dat we tegenover Ajax stonden. Nou, je zou verwachten dat Ajax geleerd zou hebben van de eerste wedstrijd. Voor ons gevoel hadden ze dat te degen. Ze stonden goed georganiseerd op het veld. Alleen wij stonden dat ook. En als je dan ziet hoe we dan voetballend, technisch, tactisch, hoe Ron met zijn staf deze groep had voorbereid op deze Supercup. En wij weten met een prachtige aanval via Mococho en eindstation Stef Nijland de winnende te scoren. Nou, ik noemde net geniepig. Nou, dat was absoluut niet geniepig. We trokken die wedstrijd echt naar ons toe.
Ja, dat gaf ons en vooral mijzelf een enorm voldaan gevoel. Hè. Dus het was niet eenmalig. Het was niet een incident. Het was niet een vuurwerkincident waardoor Ajax van slag was. Nee, het was gewoon vanuit twee ploegen. Waarin de ene ploeg geleerd zou hebben van het vorige moment, de bekerfinale. Dat wij gewoon de betere waren en dat wij die wedstrijd naar ons toe trokken. En dat we dus die supercup verdiend naar ons toe trokken. En ja, dat gaf voornamelijk een heel voldaan gevoel en vandaar ook dit fragment. Mooi kortje. Goeie 1-2. Voorzet van Mokotjo naar Nijland en het doelpunt! 1-0 voor Pek Zwolle, Stef Nijland. De winnaar van de Johan Cruijffschaal 2014 is Pek Zwolle. Nou, wat ik daar nog aan toe wil voegen, van, je wordt dan uitgenodigd bij die wedstrijd uiteraard. En dan mag je op het erebordes zitten met alle mensen van de KVB daarbij. En we merkten vooral ook de bewondering en de waardering in datgene wat wij niet alleen in die bekerfinale hebben gepresteerd en laten zien. Als totaliteit, hè, dus die supporters, die optimale beleving met elkaar en het resultaat op het veld. En ja, goed, als je dat dan terugkrijgt door middel van die Supercup winnen, ja, dan is dat wel, geeft dat wel een heel fijn gevoel, moet ik zeggen. Het derde fragment is de doelpunt van Jody Lekoki in de wedstrijd thuis tegen Sparta Praag. Het eerste doelpunt in de historie van Pek Zwolle in Europa. Van de Werf. Lekoki. Meegeven. Oh, mooi gespeeld. Drost, Lekoki. Ja, daar is hij. De eerste goal van Pek Zwolle in Europees voetbal. Komt op naam van Jody Lekoki. Een pracht van een aanval en een uitstekende goal voor Pek Zwolle. Nou goed, als beloning voor het winnen van die beker gingen wij natuurlijk Europa in. En ja, met de hele nieuwe elan die zo'n toernooi met zich meebrengt, moesten we natuurlijk nog een play-off wedstrijd spelen tegen Sparta Praag in dit geval. Nou goed, dan ga je in die voorbereiding al met je wedstrijdmanager Diederik Mijntjes naar Nyon om daar de loting mee te maken. Om daar gelijk alles te regelen op basis van de wedstrijdorganisatie veiligheid met je collega's van Sparta Praag. Dat was al een mooi iets, een mooie ervaring. En nou goed, de eerste wedstrijd moesten we dus thuis spelen en we wisten dus dat het een lastige zou worden. Sparta Praag kwam uit de Champions League voorronde, verloren van Malmö. Ja, die moesten zich weer opladen voor deze wedstrijd. Op zich een heel goed elftal. Wij kenden Sparta Praag aardig goed, omdat we regelmatig in Tsjechië zijn en Sparta Praag ook zien voetballen. Maar toch hadden we wel het gevoel dat we daar een kans tegen konden maken. En nou goed, als je dan zo'n wedstrijd speelt, ze maakten zich natuurlijk ook wel zorgen over ons kunstgras. En een echt prachtig Pek Zwolle doelpunt kunt maken, want dat was het. Hè. De combinatie rondom de 16, de directheid en Jody Lekoki kan de eerste goal in de clubhistorie in Europa scoren. Ja, dan is dat prachtig. En vanuit daar hadden we allemaal ook het gevoel van, hey, daar is ook wat te halen in Praag. En daardoor gingen denk ik ook weer extra veel mensen mee die kant op. En daar hebben we natuurlijk ook een prachtige belevenis gehad. Heeft niet geresulteerd in de poolfase. Maar het heeft wel geresulteerd in een mindset binnen een organisatie. Dat dit echt naar meer smaakt. En dat de focus met name daar nu ook op ligt. Om te zorgen dat wij proberen weer Europa in te gaan. En ja, goed, daar moeten we met elkaar keihard voor gaan werken de komende maanden. Hoe heeft u dat persoonlijk beleefd, het uitstapje naar Praag, de mensen in de stad, bent u toen nog geweest kijken? Ja, we hebben hetzelfde voorgenomen, hè. En wij bedoel ik dan met name ook Adriaan Visser, om dat weer optimaal te gaan beleven. Dus niet alleen maar te veel, uiteraard de focus op de wedstrijd, maar ook voor het voorprogramma. Hè. Dus de mensen die de stad inkomen op dat plein alvast gaan genieten van de voorbereiding.
We zaten in hetzelfde hotel als de spelersgroep, dus daarmee krijg je die spanning natuurlijk ook optimaal mee. We hadden een lunch met een delegatie van Sparta Praag. Nou, dat zijn allemaal zaken wat voor ons op dat moment nieuw was. En waar wij tegen elkaar hebben gezegd, hier gaan we natuurlijk gewoon ook optimaal van genieten. Maar aan het eind van de dag gaat het natuurlijk wel om het resultaat. Het resultaat is niet geweest, maar nogmaals, het smaakt naar meer. En ik denk ook zeker dat wij daar als club in zijn totaliteit echt nog stappen in moeten maken om structureel daarin mee te kunnen doen. Maar goed, daar zijn wij dagelijks keihard voor aan het werk. Jullie zijn goed op weg als je zo bekijkt. PEC Zwolle draait goed mee in de subtop van de Eredivisie. Hoe kijk je terug op dat halve jaar wat eigenlijk beter gaat zelfs nog dan vorig seizoen? Ja, daar kijk ik op dit moment wel goed op terug. Alleen wij realiseren ons ook, en dat is dus de spelersgroep, de staf en met name Ron Jans, dat we de eerste doelstelling die we hebben gesteld, hè, behoud en meer punten dan vorig seizoen, dat het blijft staan tot het moment dat wij anders daar tegenaan gaan kijken. Nou goed, Ron heeft natuurlijk wel aangegeven, het zou niet van karakter getuigen als we nu nog blijven hangen in onze eerste doelstelling. Dus we gaan echt straks in het trainingskamp, gaat Ron met zijn groep, maar wij ook vanuit directie met Ron en de staf in gesprek van hey, hoe gaan we dat nu onze volgende doelstelling formuleren en waar gaan we voor? Nou, vanuit het eerste half jaar gaan we die zeker aanpassen. Wat met name opvalt is dat wij de dip die we het vorige seizoen kenden, in met name de maand december, eind november begon dat natuurlijk ook al, dat we dat dit seizoen nu nog niet hebben gehad. Ja, met name dat ook de groei is geweest die het elftal en de selectie heeft doorgemaakt. Met name de selectie, want ik denk dat het altijd nog wordt bepaald door de mensen die ook op een bank zitten, die een niveau hebben en gegroeid zijn om posities die vrijkomen in het elftal door blessures, door schorsingen of door vormverlies kan worden ingevuld, waardoor je dus niet in de dippen terechtkomt waarin wij vorig seizoen terechtkwamen. Dat is denk ik de grootste groei die we het afgelopen half jaar hebben doorgemaakt. Hey, je benoemde het net al, trainingskamp in Zuid-Afrika staat op de planning. Daarna komt ook de transferperiode weer aan. Wat verwacht u van die denk voor u wel hectische periode? Nou ja, kijk, het is zorg om die groep zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Er zijn natuurlijk uiteraard wat uitdagingen, dat weten allemaal. Blijft Thomas Nee zit? Hoe gaat het verder met Michael van der Werf binnen de selectie? In principe willen wij die groep op niveau houden. Hè. En dat is de kracht van het eerste half jaar geweest. En dat moet ook de kracht zijn voor het komende half jaar. Dus daar ligt niet de stress, daar ligt met name de uitdaging. En zo wil ik het ook zien. En we gaan de basis weer leggen in het trainingskamp in Zuid-Afrika. In Stellenbosch. Dat heeft ons vorig seizoen ook veel opgeleverd. Gezien de prijzen die we hebben gehaald. Maar we moeten daarin wel gewoon de focus pakken. Om vanuit de trainingskampen weer een goede herstart te maken in het tweede seizoen zelf. Zuid-Afrika levert niet alleen een mooi klimaat, een goede trainingsfaciliteit om die focus te krijgen. Maar we kunnen ook op basis van onze samenwerking met de universiteit ons op cultureel gebied ook weer verrijken. En wij gaan nu met de KNVB, project Clublinking, gaan wij aan meedoen en we gaan ook daar in de townships een aantal programma's draaien samen met Clublinking KNVB. Om ook onze spelers, ons begeleidingsteam inzichten te geven in van ja, voetbal is prachtig, maar er is meer in de wereld dan alleen datgene wat wij doen op topsportniveau. En vanuit die verrijking denk ik, dat het mee gaat helpen in de resultaten die we moeten behalen om onze doelstelling te realiseren. Op naar een mooie tweede seizoen zelf. Absoluut, maar voor dat wil ik graag iedereen fijne feestdagen toewensen en een heel gelukkig en goed uiteinde en een wederom fantastisch begin van 2015. En als het hetzelfde resultaat oplevert en de prachtige momenten als 2014, dan wil ik daar nu gelijk voor tekenen.